Goedenavond en welkom bij de eerste editie van het Alpe d'Huez journaal van 2012. Na gisteren een hoop regen te hebben gehad, is dan nu eindelijk de zon doorgebroken. Dat betekent dat het een prima dag is om de koers door te nemen. Nou, de belangrijkste is, kijk, de stijgsnelheid die is altijd goed bij de mensen. Alleen de daalsnelheid, daar zijn we toch wel wat huiverig voor. Want als er dingen gebeuren, is het altijd in het dalen. Dus doen een dringend beroep op de deelnemers. Alsjeblieft mensen, 45 is echt snel genoeg. Je komt altijd beneden. Zorg dat je heel beneden komt, alsjeblieft. Want hè, als je gaat stijgen, eigen weghelft aanhouden. Hè, als je elkaar voorbij wil, niet met 3, 4, 5, 6 man op een hoopje gaan rijden. Hè, geef de vlotte rijder geeft die de ruimte. Laat de langzame rijder zijn ding doen. Hè, zorg dat je in de bochten je ruimte pakt. En ga daar ook niet de bochten afsnijden als je gaat dalen. Hè, dus hou je eigen weghelft aan. Hou ook even rekening mee dat de motorrijders af en toe een auto achter zich meenemen of er dingen vervoerd moeten worden. Dat betekent dat we dan onze alarmbelichting eventjes aandoen. Dat is voor de dalers goed zichtbaar. En we zullen voor de mensen die stijgen even een kort rustig fluitsignaal gaan geven. Het is heel pittig. Begin is zwaar. Tot ik het bordje 10 kilometer zag, wordt het iets vlakker. Zoals een tandje erbij gedaan. Maar het is wel afzien hoor. Potverdomme. Lastig om de tent op te zetten? Ja, dat ging wel, maar ja, alles nat. Alles nat. Dus ja, wel vervelend. Maar, hoeveelste jaar is het? De eerste keer. Spannend? Ja, een beetje wel. Weet je wel. Maar ik heb er wel zin in. Ja. Heb je al de berg een beetje gevoeld? Nee, dat ga ik vanmiddag doen. Ik heb hem wel gezien, maar het zal goed gaan. Maar ik heb daar het al gezien hoe je daar naar boven gaat. En ik weet niet of ik het leuk ga vinden. Maar goed, dat zie ik dan weer. Heeft u erop getraind? Ja, uiteraard. Maar niet op het bergrijden. Dat kun je in Nederland niet. Dus het is toch meer de kleine heuveltjes op de Utrechtse Heuvelrug en onderin in Zuid-Limburg. Ja, goed, dat lijkt niet op dit. Maar ja, meer heb ik niet kunnen trainen. En wat voor fiets gebruik je daar dan voor? Die daar staat, zo'n Koga. Dus dat is zo'n hybride-achtige fiets. Dus geen racefiets met... geweldige versnelling. Ja, hier zitten wel versnellingen op hoor, maar we gaan wel kijken. Heeft u enig idee waar u aan begint? Nee, absoluut niet. Nee. Ja, net een van de collega's die valt. Ja, en dat komt door de klikpedalen. Inderdaad, ja. Ja, we hebben het veel gezien al. Veel mensen willen met klikpedalen rijden, want je zit vast aan je pedaal. Het rijdt lekker de berg op, maar als je niet ervaren bent als fietser met klikpedalen, dan moet je eraan wennen. En je gaat een keer een lantaarnpaal knuffelen of zo. En ja, nu gebeurt het weer dat iemand er toch valt. Dus gelukkig zonder erg verder. Want hoe werkt dat, zo'n klikpedaal? Ja, je klikt in je pedaal, dan zit je vast. En dan kan je dus niet alleen naar beneden trappen, maar je kan ook je pedaal omhoog trekken. En dan kan je een mooie beweging maken. Het fietst op zich beter bergop. Alleen het lastige is dat je vergeet op een gegeven moment dat je vast zit. En zeker als je moe bent, omdat je veel getraind hebt, dan ben je wat minder scherp. En dan vergeet je het en zit je vast en dan ligt het. Ik ben ook vanaf de camping begonnen, zonder warming-up, gewacht tot het droog was. Ja, doe maar omhoog. Alles is avontuur voor me. Wat gaat? Ik ben nog ingehaald door een jongen met een geamputeerde been. Petje af hoor. Dus dit is een nieuwe locatie van het Fietspaleis? Van het Rijhoepleis is dit een nieuwe locatie voor al de technische ondersteuning voor de mensen. En zoals je ziet, eigenlijk ook veel wijzigingen van tandwielersets nog steeds. De vrijloper die warm begint te lopen, remblokken, banden, etc. Het is gelijk een stuk drukker. Het is gelijk een stuk drukker. Nou, moet ik zeggen, op de camping was het ook al druk. Alleen nu zijn we nog beter zichtbaar waarbij het nog drukker zal zijn. Daarom is ons team ook uitgebreid, nu met 12 mensen. En er zijn 2 op de finish, op de plek, de komende dagen. En hier staan we dan met z'n achter. Genoeg support dus? Genoeg support, ja. Ja. Wat is nou een veel voorkomend probleem met de fiets? 80% tandwielen. Zit de laatste check voor de fiets? Helaas wel, ja. Dus, maar als het goed is, is het bijna opgelost. Wat is er mis mee?
Ik heb toch maar gekozen om even de compact te laten monteren. Om net iets lichtere versnelling te hebben om een paar keer boven te komen. Compact, leg uit. Ik had nou de voorbladen van 39 tandjes, de kleinste. En nu krijg ik daar zet er eentje op met 34 tandjes. Dan heb je net iets lichtere versnelling om net iets makkelijker boven te komen. Eigenlijk de bedoeling om te fietsen. Ik ga hem lopen. Is het nog een keer fietsen deze week. Is het zwaar? Nog, ik zit in een lekker ritme, dus het gaat toch goed. Het is lekker weer. De temperatuur is goed zo. Perfect om te lopen en om te fietsen. Dat is helemaal lekker. Wij gaan masseren als fietsers de berg op gaan. We zijn met 32 studenten van Hogeschool Zuid in Heerlen, opleiding fysiotherapie. En we zijn eigenlijk allemaal eerst en tweedejaars en we hebben allemaal massagecursus gevolgd. Dus dit is eigenlijk een oefenmoment. En nemen jullie dan al die bedden mee omhoog? Die bedden? Nee, we slapen gewoon hier beneden op de camping. Of bedoel je de massagetafels? Nou, die zijn gelukkig voor ons naar boven gebracht met busjes. Dat zou wel heel zwaar worden anders. Tot zover de eerste editie van het Alpe d'Huez Journaal. U kunt ons blijven volgen via Radio Alpe d'Huez op 107.6 FM. En natuurlijk via onze website opgevenisgeenoptie.nl. Heel graag tot morgen.